Het is natuurlijk geen afscheidsportret. Het is eigenlijk een portret waarin bij wijze van het leven wordt gevierd. Dat was mijn onbezorgde jeugd. Ja, ja. Daar in dat dijkhuisje. Ja. Ja. De mogelijkheid om dat nog te bespreken met je eigen moeder, mijn oma in dit geval van mijn vader, die 92 is. Dat was zo'n uniek moment nog, doordat zij gewoon nog scherp van geest was. Dat voor mij het gevoel was, het is nu of nooit. En als je dat gevoel hebt en je daarmee je hart kan volgen en dat het eindresultaat is geworden nog beter dan wat ik had gehoopt. Ja, ik zou dat iedereen toewensen. Het is niet alleen maar een USB-stickje met een portret, maar het is gewoon een heel mooi afgerond geheel. Gewoon een hele mooie dag waarin herinneringen werden opgenomen, emoties werden gedeeld met elkaar. Maar ook antwoorden werden gegeven op vragen die nog niet eerder gesteld waren. Waardoor er ook een soort van informatie vrij kwam die daarvoor nog nooit besproken was. Eigenlijk zouden we dit gesprek over 20 jaar ook nog een keer moeten voeren. En ook als uiteindelijk, over 30 jaar, mijn vader een keer is weggevallen. Ja, dat ik nog wel hem in gesprek zie en over zijn jeugd zie en hoor vertellen. Ik denk dat dat misschien wel het allermooiste is. Het is een cadeau geweest voor hem, maar misschien is het stiekem ook wel een cadeau geweest aan mezelf. Ja.